Cameraman Toon van der Beek, De Westerby, begint deze maand in Toor. Daar vond op de eerste zondag van juni het Lijvende Standbeeldenfestival Toonbeeld plaats. In de straten van Toor zijn dan tientallen lijvende standbeelden te zien. En juist in dat prachtige decor van het Witte Stadje komen die beelden natuurlijk tot hun recht. De diversiteit was ook in 2017 weer erg groot. De hongerde bezoekers, waaronder ook veel kinder, vergaapten zich aan de lijvende standbeelden. Een wandeling door het stadje Toor is altijd al de moeite waard, maar zeker als er op elke hoek van de straat een verrassing wacht. Het blijft toch bijzonder dat zo'n standbeeld opeens doet leven komt.